Deze maand heeft het politieteam Ommen twee nieuwe wijkagenten gekregen. Dat zijn Thijs Abbink en Janine Veldkamp. We hadden graag bij de installatie willen zijn en de bevordering tot brigadier, maar door de huidige coronamaatregelen kon dat niet. Vandaar dat we nu een exclusief gesprek met hen hebben om ze toch bekendheid te geven in het Vechtdal. Thijs en Janine, hartelijk gefeliciteerd met jullie bevordering tot brigadier en aanstelling als wijkagent in Ommen. Gelijk de eerste vraag, is dat een uitbreiding van het aantal wijkagenten? Er waren er al drie. Ja, op het moment zijn we nog met vier. In ieder geval Jeanette, Jan Voortman, Janine en ik. En daarnaast loopt Jos Knol alvast mee met Jeanette Bonthuis. Die gaat volgend jaar met pensioen. Dus gaan we kijken hoe we daar invulling aan kunnen geven. Dus op dit moment inderdaad met 4,5. En Sander, die was er ook wijkagent? Sander die was inderdaad wijkagent. Hij gaat een ontwikkeltraject in. Dan gaat hij verder voortzetten in Hardenberg. Begin november dan gaat hij al naar Hardenberg toe. Dus zijn werk hebben wij al overgenomen. En dan Jan Voortman gaat eind van het jaar met pensioen. Dus dan is het helemaal aan ons. Kunnen jullie eigenlijk uitleggen wat het wijkagentschap verschilt met normaal politiewerk? Want dat willen de mensen wel graag weten. Tegenwoordig werken we al vanuit de wijkteams. En ik denk dat we dat al behoorlijk hebben ontwikkeld met elkaar. Zodoende doen we ook best wel veel voor de wijkagenten als ze af en toe een klusje hebben. Dat gaan we natuurlijk nu uitbreiden als wijkagent. Maar ik denk dat we in hoofdlijnen best al als wijkagent aan het werk zijn. Ja, het wijkgericht werken, dat doen we eigenlijk al een aantal jaar. En nu als wijkagenten zullen we ook echt de verdieping opzoeken. Echt een contact met de ketenpartners, de wijk in, contact met de burgers, aanspreekbaar zijn. Echt het gezicht van de wijk worden. Wat zijn nou ketenpartners? Ketenpartners zijn eigenlijk de organisaties waar wij mee samenwerken. En dan moet je denken aan een samen doen van de gemeente, de woningbouw. Dat zijn eigenlijk echt wel ketenpartners voor ons. En ook de ondernemers natuurlijk en de, noem het maar op. Iedereen wie ons nodig heeft, daar zijn we ervoor. Hey, maar wat is jullie uitdaging bijvoorbeeld van jou, Janine? Ja, wat is mijn uitdaging? Ik heb natuurlijk hiervoor het taakaccenten gehad. Verkeer, horeca, ik begeleid de studenten. We hebben afgesproken dat ik de studentenbegeleiding naast me neer ga leggen. En dan vooral het wijkgericht werken op ga pakken. En ik blijf aanspreekpunt voor de horeca en ook voor verkeer. Dat zijn eigenlijk mijn bijtaken. En dan de uitdaging, echt lekker de wijken in kennen, gekend worden. Horen wat de problematieken zijn. Kijken waar ik mijn steentje aan bij kan dragen. En vond je het niet jammer om nou bijvoorbeeld het coachen van studenten naast je neer te leggen? Ja, tuurlijk is dat jammer. Het is toch de toekomst waar je mee bezig bent en wat je ziet groeien. Ja, dat is ook een stukje trots. Ja. Dus jammer dat je dat naast je neer moet leggen, maar ik denk dat dit dan ook een hele mooie uitdaging voor mijn eigen is, voor mijn eigen ontwikkeling. Nou, dat klopt ook. Maar Thijs, wat gaat de burger nou merken dat jij wijkagent wordt? Nou, we proberen in ieder geval het gezicht van de wijk te zijn. En daar willen we de inwoners van Ommen heel graag bij betrekken, want uiteindelijk moeten we dat samen doen. En hoe ga je dat doen, de burgers van Ommen erbij betrekken? De inzet van onder andere social media proberen we in ieder geval laagdrempelig te zijn. Door veel in de wijk aanwezig te zijn tijdens onze diensten. We draaien gewoon de wijkzorgdiensten. Dus we proberen ook veelal in de gemeente Ommen te zijn. Zodat de inwoners ook een gezicht bij hun wijkagent hebben. Ik denk dat dat belangrijk is. Nou doe je wel behoorlijk wat aan social media. Je had een Twitter-account geloof ik ook. Of niet? Of alleen Instagram? Ik deed altijd het jongeren, of in ieder geval de jeugd hier in Ommen. En daarvoor hadden we inderdaad een Instagram-account. Daar zijn we best wel druk mee geweest. We hebben ook aardig wat volgers van binnen de gemeente. Dus die blijven we inzetten. Daarnaast heeft Jan Voortman een Twitter-account. Die gaan we TCT overnemen. En Janine die is veelal actief op Facebook. Hoe is de respons op Facebook, Janine? Heel goed, heel goed. Ik vind dat dat wat wij plaatsen op Facebook wordt goed gelezen en ook gedeeld door de inwoners van Ommen. En
Ja, dat is een laagdrempelige manier voor ons ook om contact te krijgen met de burger. En vooral voor de burger naar ons toe. En dat wordt dus zeer prettig ervaren. Kun je ook een voorbeeld noemen dat bijvoorbeeld een melding op Facebook vanuit de burgerij door jullie kon worden opgepakt en dat tot positieve resultaten heeft geleid? Ja, we hebben ook wel afvaldumpingen op Facebook geplaatst. En daar krijgen we heel veel reacties over van, nou kijk daar eens op, kijk eens op een weggeefhoek, kijk eens wat verder. Dus die tips lopen wij ook allemaal na. We zien ook heel veel meldingen, zoals nu is bijvoorbeeld vuurwerk toch wel een hot item. We gaan weer richting oud en nieuw. Daar krijgen we ook veel meldingen van binnen. Mensen die dat toch graag met ons willen delen, dat ze er overlast van hebben. En wij zetten daar weer actief op in. Gaat het nou bijvoorbeeld dat ze de burgerij iets laat merken op, iets teruggeeft op Facebook? Wie pikt dat nou op? Doen jullie dat of doet de meldkamer dat? Ja, we hebben daar een speciaal team voor binnen de politie. Die zich vooral bezighoudt met de social media. Dus die kijkt in ieder geval welke meldingen er binnenkomen, waar moeten we waarmee en zo nodig worden die uitgezet bij ons of bij het team. Daarnaast het Instagram-account, daar beheren we zelf, Leo, Miranda en ik. En ja, daar zetten we zelf op in en als we niet in dienst zijn, dan proberen we dat zo snel mogelijk over te dragen aan onze collega's, wie wel in dienst zijn. Nou, zo van jullie gaan heel enthousiast beginnen aan jullie wijkagentschap. Maar kunnen jullie er genoeg tijd aan besteden? Want er zijn bijvoorbeeld assistenties aan omliggende teams, maar ook bijvoorbeeld ME inzet. Want volgens mij zit jij nog bij de ME, Thijs? Ja, dat klopt. Daar ga ik wel zo snel mogelijk mee stappen. Alleen in verband met de corona liggen de opleidingen ook even stil. Dus nou, ik hoop dat daar snel een vervanger voor komt, zodat ik me puur kan richten op het wijkagentschap. Ja, en verder hebben we er op zich wel tijd voor. We krijgen wel dagdiensten. We hopen dat het zo kan blijven. Ja, je moet er wel een beetje voor vechten om aan je uren te komen. Want ja, dat is de prioriteit, hè? Het werken in de wijk. Kennen en gekend worden. Op zich denk ik dat het nu wel goed ingedeeld is. We hebben een mooie variatie van dagdiensten, maar ook wel de incidentafhandeling. En dat is denk ik ook wel een goede invulling. Omdat je tijdens de incidentafhandeling kom je natuurlijk wel als eerste ter plaatse. En heb je ook meteen een goed beeld van een problematiek bijvoorbeeld. Dus dat is als wijkagent ook niet verkeerd om dat mee te maken. Nou, kan het zo zijn dat mensen ook jullie op de fiets bijvoorbeeld tegenkomen in het centrum? Of doen jullie alles vanuit het bureau of een keer met de auto? Wordt zeker dat de mogelijkheden, zeker in de zomermaanden. We houden natuurlijk ook van goed weer. Nee, maar als het goed weer is, dan kunnen jullie ons zeker zien op de fiets door Ommen. Oké, nou, daar zijn we benieuwd naar. Dan nog een vraag over de opleiding, want ik denk dat het niet meer als billig is dat er ook een opleiding tot wijkagent komt. Er bestaat inderdaad een wijkagentenopleiding, alleen past deze niet meer helemaal in de huidige manier van werken. Waarom niet? Wij zijn steeds meer wijkgericht gaan werken, opsporing, ondermijning wordt een steeds groter deel van ons vak. Wat is ondermijning? Kun je dat kort uitleggen? Ondermijning zijn criminele activiteiten. Ja, bijvoorbeeld in het buitengebied, hennepkwekerijen, bedrijfjes waar we nog niet echt een vinger achter kunnen krijgen van hoe dat tot stand is gekomen. Daar willen we op wat meer op gaan inzetten om daar wat meer zicht op te krijgen. De wijkagentenopleiding die is heel erg op de hulpverlening gericht. En daar zie je toch een omslag in dat de hulpverlening toch wat meer op moet staan. En zodat wij ons kunnen richten op onze daadwerkelijke taken, dat is vooral de opsporing. Het was heel fijn om met jullie te praten. Ik zou zeggen, veel succes en laat van je horen. Ja, dat gaan we doen. Tot ziens.